Welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb voor jullie vandaag een video met alle series die ik op dit moment nog niet heb afgerond. Die ik nog aan het lezen ben, die ik al bijvoorbeeld een hele tijd opzij heb liggen om ooit weer op te starten. Dus eigenlijk onafgeronde series die ik nog moet afronden. Ik moet wel zeggen dat er misschien een aantal zijn die ik ooit ben gestart, maar waarvan ik weet dat ik ze niet meer in huis heb. De exemplaren die ik al heb gelezen, dus waarvan ik ook eigenlijk al weet dat ik ze niet ga afronden. Dat is waarschijnlijk sowieso Marissa Meijer, Alter Ego. Ik heb dat eerste deel gelezen. Het tweede deel had ik ook al in huis. Het derde deel nog niet. Maar ik heb die twee boeken weggedaan, omdat ik niet heel erg meer de interesse had om het verder te gaan lezen. En zo zullen er nog een paar zijn, maar die zijn waarschijnlijk helemaal uit mijn geheugen gewist. Dus die hebben helemaal geen indruk gemaakt. De volgende die ik hier heb liggen, heb ik wel in de planning om ooit nog uit te lezen. Eén daarvan is sowieso Keeper of the Lost Cities. Ik moet deel 7, 8 en volgens mij is er ook al een 9 of een 8,5 en een 9. Die moet ik nog lezen. Deze heb ik volgens mij ook al 2 keer op mijn TBR gezet het afgelopen half jaar. Maar is er gewoon nog niet van gekomen om te lezen. Ik wil hem wel echt super graag weer oppakken. Want ik vind de personages in deze serie echt fantastisch. Ik ben gek op Kiwi. Dus ja, deze moet dit jaar gewoon eigenlijk afgerond worden. En ik denk dat de zomermaanden daar wellicht wel, als ik vakantie heb of zo, dat wel moet gaan lukken. Maar het zijn allemaal best wel dikke boeken. Dus het is niet zo dat je er even doorheen vliegt. Alhoewel, als ik er eenmaal in zit, lees ik het ook wel weer heel snel. Maar in ieder geval een serie die ik zeker af wil ronden. Dan een serie waarvan ik pas 1 deel heb gelezen. De IJzeren Verloofde van Christelle Dabeau van de Spiegelpassante serie. Ik weet eigenlijk niet hoeveel delen hier zijn. 4, 5 van zijn. Ik heb deel 1 gelezen vorig jaar met een buddy read met boekenzusjes. Deel 2 staat daar. Die is net in het Nederlands verschenen. Ik had wel zoiets van, omdat ik het als buddy read heb gelezen, dus volgens mij hebben we er 2 weken over gedaan. Ik weet niet helemaal meer precies. Las je dus elke keer een stukje en moest je eigenlijk weer wachten tot de volgende dag om verder te lezen. En daardoor kwam ik moeilijk in het verhaal. Het is best wel een verhaal met heel veel onderliggende verhaallijnen. Veel personages, een hele uitgebreide wereld. Waarbij je dus eigenlijk wel heel goed, als je eenmaal in het verhaal kwam, was je stukje voor die dag alweer voorbij. Dus ik ben van plan om dat andere deel zonder schema te gaan lezen. Gewoon te lezen wanneer ik er zin in heb. En hem ook gewoon zoveel te lezen als dat ik op dat moment wil. Deze ben ik dus ook aan het lezen. En nu ik het over die buddy read heb, schiet me te binnen dat ik Storm and Fury van Jennifer L. Armentrout, ook een serie die ik ben gestart, die ik nog niet heb afgerond, maar dat boek heb ik hier dus niet liggen. Die schiet me nu opeens te binnen. V.E. Schwab, de Schemering trilogie. Ik heb alleen deel 1 gelezen vorig jaar zomer op mijn vakantie, dat weet ik nog precies. Ik hou van V.E. Schwab, dus ik wil deze serie, die trilogie, wil ik echt, echt heel gauw weer oppakken. Ik ben alleen een beetje bang dat als ik na een jaar boek 2 ga starten, dat er heel veel is weggezakt. Dus dat ik eigenlijk deze weer zou moeten herlezen. En dan denk ik, daar heb ik nu eigenlijk geen tijd voor. Want ik heb zo ontzettend veel boeken die klaar liggen om te lezen en die ik moet lezen. En moeten is misschien klinkt nadelig, maar zo bedoel ik het niet. Want ik heb er ook heel veel zin in om het te lezen. Maar die hebben wat meer voorrang dan dat ik deze weer ga herlezen. Ik zat te denken, ik kan gewoon deel 2 starten. En als ik te veel dingen niet meer weet, dat ik dan besluit om te stoppen en weer bij deel 1 te beginnen. Of dat ik gewoon eerst echt weer deel 1 oppak en ze dan als een trilogie achter elkaar binge read. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar dat ik hem verder wil gaan lezen, dat is 1 ding wat zeker is. Nevermore. Ook alleen deel 1 gelezen. Terwijl deel 2 en 3, ik weet niet, kan ik het laten zien? Volgens mij staan ze daar ergens. In ieder geval, ik heb ze in huis, in het Engels. Ik vond dit boek echt geweldig. Maar gewoon deel 2 en deel 3 nog niet opgepakt. Terwijl het kinderboeken zijn, dus dan zou je denken dat leest op zich ook best wel makkelijk. En ik vond het heel erg leuk. En ik ben ook wel benieuwd hoe het verder gaat. Alleen, het is er nog niet van gekomen. Maar ik heb ze alvast in huis, zo ben ik wel. Ik heb van heel veel series wel alles gewoon al bijna in huis. Of helemaal. Dus ik kan ze weer herpakken wanneer ik zin heb. Maar tijd. En ook nog zoveel andere leuke boeken. Dus ik moet daar gewoon even een keer een schema voor maken.
Eentje waar ik het vervolg nog niet van in huis heb, is de serie van Skyship Adventure van Brightstorm van Vashti Hardy. Ik weet niet hoeveel delen hier trouwens nou alweer daarna zijn. Ik weet sowieso één, maar misschien al wel meer. Dit boek heeft trouwens flink wat waterschade opgelopen. Deze las ik trouwens in dezelfde vakantie als deze. Die vakantie was een hele goede om series te starten. Alleen, nou ja, ik heb er geen vakantie voor nodig om het weer door te lezen. Alleen, ik heb dan zo'n boek gelezen en dan pak ik weer een andere. En zeker als ik het vervolgdeel niet in huis heb. Ik vond dit wel een heel gaaf kinderboek. Dus wat let me, zou je denken. Nou ja, het feit dat ik deel 2 niet in huis heb sowieso. Maar in ieder geval een serie die ik wel van plan ben om nog uit te lezen. A Pinch of Magic van Michelle Harrison. Deel 2 en 3 heb ik ook gewoon al in huis. In de covers echt. Ik wil zo graag verder lezen. Want dit was denk ik van de kinderseries die hier liggen wel een van de beste die ik heb gelezen. En ze zijn ook helemaal niet zo heel erg dik. Ik denk dat ik hier met 2-3 dagen dat ik er wel doorheen vlieg. Op gewoon normale dagen dat ik gewoon ook mijn dingen eromheen heb. Maar ja, het moet nog. En ik weet niet wanneer, maar dit was in ieder geval wel echt een heerlijk boek. Dus de serie daarna wordt volgens mij alleen maar beter, wat ik heb begrepen. Dus, nou ja. Ik zei al net tegen mezelf in mijn leesvlog, toen ik ging aankondigen dat ik deze video waarschijnlijk ging opnemen, dat het misschien een beetje een stok achter de deur is om ze weer allemaal op te pakken, die series. Om ze misschien, niet allemaal, maar een aantal dit jaar wel echt af te ronden. Dus wellicht dat mijn volgende TBR voor de maand juni een paar deel 2 of zo bevat. Deze serie twijfel ik nog over. Cassandra Clare. Volgens mij heb ik er 2 gelezen. Het erge is dat ik het niet eens meer weet of ik deel 3 ook al heb gelezen. Geen idee. Dit is natuurlijk een hele uitgebreide serie die helemaal doorloopt nog tot boeken die nog steeds uitkomen. Ja, en ik twijfel er gewoon een beetje over. Ik vond de boeken leuk. Vermakelijk. Maar als ik weet dat die serie natuurlijk nog mega lang is. Nou ben je niet verplicht om helemaal te lezen. Maar ik ben dan wel zoiets van, ja. Dan wil je dan ook alle boeken. Twijfel ik nog een beetje of ik daar energie in wil steken. Want er zijn zoveel andere series die ook heel gaaf zijn. En ja. Ik weet het niet. Als jullie me hebben gelezen de hele serie of juist niet. Vertellen me, is het waard? Moet ik echt verder gaan lezen? Moet ik eerst weer even kijken welke 3 deel ik. Of 2 of 3. Ik weet het al niet eens meer. Ik heb gelezen. Ik twijfel nog een beetje. Ik ben er nog niet helemaal over uit. En de laatste die ik waar ik nog middenin zit is de 7 zussen. Het nieuwste deel is natuurlijk pas uitgekomen. Die heb ik ook in huis al. Maar deze moet eerst nog. Deze huge. Echt mega dikke pil. Ruim 700 bladzijden, 730. Ja, ik vind het heerlijke boeken. Niet veel bij nadenken, gewoon lekker makkelijk lees het. En ik vind het zeker boeken een beetje voor het mooie weer. Gewoon lekker in de tuin met zo'n dikke pil. Maar waarom ik Zon nog steeds niet heb gelezen, weet ik niet. Het is er gewoon nog niet van gekomen. En het is gewoon een intimiderend boek. Als je zo'n boek op je TBR zet, dan denk ik altijd al meteen, nou, de rest ga ik toch niet redden, want ik ben hier al zo lang mee bezig. En dat zet een beetje druk op de ketel en daar word ik een beetje onrustig van. Ik heb nu ook wel Orakel van Thomas Oldeheuvelt ook op mijn TBR staan. En is ook de dikste van het rijtje en die laat ik dan elke keer liggen. Terwijl ik denk, pak die nou, want dan heb je die dikke juist gehad. En wie weet leest die sneller dan een wat dunner boek waar je minder plezier in hebt met lezen. Maar ja, ik wil wel natuurlijk een beetje bijblijven. Dus eigenlijk moet De Zon en De Zevende Zus dit jaar wel gelezen worden. Maar ja, wanneer? Ik heb geen idee. Viel eigenlijk nog mee. Dit waren de series waar ik naar mijn weten in zit en nog niet heb afgelezen. Ik dacht dat het echt een veel hogere stapel zou zijn, maar het valt wel mee. Dus dat geeft hoop dat ik ze wellicht toch allemaal wel kan gaan uitlezen een keer. Nou, dat was mijn leuke video van series die ik nog af moet lezen. Ik ben benieuwd of jullie ook dat hebben, dat jullie heel veel series nou ja, in de middle of zijn en nou ja, nog niet hebben afgelezen. Of dat jullie juist wel zo iemand, of dat je zo iemand bent die zo'n serie echt van begin tot eind achter elkaar gaat lezen voordat je weer een andere serie begint. Dat kan ook. Laat het me weten. Laat me vooral ook weten of het de moeite waard is om deze hele serie van inmiddels 19 boeken of zo, 20 boeken, door te gaan lezen. Ik heb namelijk wel heel veel delen in huis. Dus nou ja, ze zijn voorhanden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties en tot de volgende video. Doeg!